Ik wilde eigenlijk ook voor mijn vader het doen. Tenminste, ik wilde het zelf graag, maar ik wilde hem trots maken. En mijn tweede vader is Mike Oller en die wilde ik ook trots maken. Dus het is wel gelukt. Ik moest alles van hem volgen. Hij stelde me na de wedstrijd ook vragen. Papa, zeg je wat ik toen deed? Als je kind thuis naar Schotland gaat, ja, dan vind ik het leuk voor hem. Hè? En ik vind het leuk voor hem dat hij naar Bulgarije en Engeland. Maar ja, ik mis natuurlijk wel gigantisch mijn kind. En ik weet, Mike staat altijd op deze tribune als we op het hoofdveld zaten. En ik was altijd gewoon een beetje zenuwachtig dat Mike kwam kijken. Want als daar ging zitten, want ik wilde het zo goed doen voor Mike. Hij heeft er altijd alles aan gedaan om een wedstrijd te winnen. Om beter te worden. En om te zorgen dat anderen ook het doel konden bereiken. Mark heeft nooit alleen naar Mark. Over de nieuwe faciliteiten. En ik vind het prachtig. En ik vind het echt mooi om te zien. Alleen ik hoop niet dat de jongetjes die nu spelen het voor lief nemen. En te denken dat dat een normale standaard van voetbalclub is. Zowel Europees gezien als wereldwijd gezien. Omdat die jongetjes mogen echt gerust zeggen dat ze het echt goed hebben nu. En echt veel hebben. Deze tatoeage typeert wel mij als persoon en mij als persoon in voetbal. Omdat het betekent eigenlijk kort gezegd van geef nooit op je dromen. En vecht altijd totdat je wint. Unstoppable, baby. Unstoppable, yeah.